Nee, de muziek staat nog aan. Ja. Oké, we zijn vertrokken. Het is weer vrijdag. Vrijdag. En we gaan weer potten bakken en nu lijkt. Oh ja. Ja, u kijkt naar Nora en Caroline. Yay! Yay, yay, yay! Alrighty. Dus, we hebben laten stemmen. En de stemming was 62 voor de borden en 15 voor de mast. Dus, we gaan borden draaien. Yay! Yay! Had je een voorkeur? Ik zelf? Nee. Nee. Niet per se. Want bordjes draaien. Dus, wat hebben wij? Recup klei, 1 kilo 200. En daar gaan we bordjes van draaien. Dat zullen niet zo'n super grote borden zijn. Ik heb ook geen super grote borden nodig. Ik hoop een goed ontbijtbord. Ik draai meestal ontbijtborden. Ik wil eigenlijk dat die ongeveer 21 zijn als die gebakken zijn. En grotere borden 26 als ze gebakken zijn. Dat zijn zo wat de maten. Je kunt natuurlijk nog een heel pak groter gaan. Dan krijg je zo van die hele sexy grote borden. Zo van 30 centimeter en zo. Maar dat is natuurlijk allemaal heel enorm veel klein. Niet zo gemakkelijk. Dus we zullen beginnen met deze. Maar ik heb een kilo 2 gepakt, maar ik weet eigenlijk niet waar ik ga uitkomen. Dus straks een beetje zien en dan ga ik mijn gewicht moeten aanpassen. Alex vraagt een kleine soepbol met een heel groot overstekende rand, alsjeblieft. Kom aan, jong. Nee. Mevrouw Gabriel, ik stel voor dat u dat zelf even draait en dan filmt. Nee, daar kon er niet tussen kiezen, Alex. Nee, dat was het niet. Het was A of B. Ja. Het was... Ik kom met een hele grote overstekende rand. Ik weet wat ze wil zeggen. Je bedoelt een omgekeerde noot, hè? Stel dat je bedoelt. Geen antwoord. Geen antwoord. Dus een kilo 2. Dat is dan al niet zo goed. Perfect goed in het midden, hè? Ja, het is dat ze bedoelt. Het is dat ze bedoelt. Alrighty. Let's go. Ik heb een nieuwe schijf. 35 centimeter. Oeh. Kei chic. RK. Wat is dat weer? Een RK. Ja, het staat er ergens op wel. 3E, denk ik. Extra zware motor in een groter schijf. Plezant speelgoed. En heel stil. Hoor het? Nee, ja. Uiteraard niet. Dat is echt wel een verschil, hè? Ja, dat is echt super stil, hè? Ik kan even iets onder mijn voeten liggen. Ik zal deze pakken. Nee, dat zijn eigenlijk de proper plankjes voor eronder te liggen. Ze zitten er nu een keer aan in. Ja, moment. Ik zit graag met mijn voeten ongeveer even hoog, links en rechts. Dus dan leg ik je plus dat je rechts die pedal hebt, heb ik links dan de plankjes. Ja. Voilà. Semia. Semia. Goed dicht tegen de schaaf. Snot in de pot. Snot in de pot. Dat komt van een workshop van... Joël Swanee. Ik kwam een keer een workshop geven, slow throwing. En daar ging het heel veel over hoe dat je moest zitten en om geen pijn te krijgen en hoe dat je houding moest zijn aan de schijf. En die zei altijd, snot in de pot. Ah ja, serieus? Dus aan je neus eigenlijk, erboven moet hangen. Dus niet zo. Echt, hoe erboven. En dat klopt ook wel. Hè?
Dus centreren. Ik heb recupklei, 1,2 kilo voor degenen die het nog niet gehoord hadden. En we gaan bordjes draaien. Zalige klei. Ik heb hier een blaffende hond. Ik weet niet of dat geluid kunt horen, maar er is weer iets. Voilà, centreren is hetzelfde. Hè? Dus er is niet al te veel speciaal aan. Dus maar nu gaan we dat bolletje altijd maar platter en platter duwen, totdat dat eigenlijk een platte schijf is. Daar komt het in feite op neer. Ik kan nu even gewoon een techniek tonen. Ik zal misschien zelfs nog een andere techniek tonen. Want er zijn heel veel verschillende manieren om een bord te maken. Maar ik ga misschien beginnen met de simpelste. De simpelste manier is om altijd maar platter en platter te gaan. Dus elke keer eigenlijk je gewicht daarop te zetten en altijd platter en platter te duwen. Maar wat wel belangrijk is dat je probeert om dat niet uit zijn center te laten gaan. Dus dat bolletje is nu gecentreerd. En je wilt niet als je dat naar beneden doet, dat dat uit zijn center gaat. De belangrijkste dingen waar je rekening mee moet houden, is dat je toch een redelijke snelheid houdt. Niet vol een bak, want dat is vol een bak. Dat is echt veel te snel, zeker met deze schijf. Dat je een goede snelheid aanhoudt en dat je je bewegingen heel traag doet. Dat je dus ook niet heel brusk start of brusk stopt, want dan krijg je altijd een oneffenheid. Dus als ik begin te duwen, dan begin ik van niks en ik begin stilletjes aan meer en meer schijf te zetten. En dus het enige dat ik nu doe, is duwen met deze hand en een klein beetje deze blokkeren. Maar je moet wel wat meegeven, want dat moet breder kunnen worden. Als je met twee handen tegelijk doet, dan gebeurt er niks. En dan gaat dat problemen krijgen. Hè? Dus je duwt met die bovenste hand naar beneden. En je laat die klei wel komen, maar je houdt ook vooral dat hier, je duimmuis, like dat ze noemen, die houden op die rand hier, dat die niet kan gaan lopen. Hè? En dat je die klei ook tegen de schijf drukt. En dan gaat dat niet uit zijn center gaan. Een beetje. Zo. En uw hand, die kan eigenlijk maar... Ik gebruik eigenlijk dit stukje van mijn hand hier. Dat dan eigenlijk. Je ziet hier waar dat de klei weg is. Dat gebruik ik om te duwen. En mijn handen die liggen ook tegen elkaar. Dus je hebt ook steun. Elke hand heeft steun om de andere hand. En dus wat gaan we nog doen? Nu zit ik eigenlijk een beetje ten einde van wat ik nog heb van hand. Dus nu moet ik beginnen bewegen. Dus nu ga ik echt hier in het midden eerst duwen. Dus ik duw hier in het midden eerst. Zie je eigenlijk met dat? Duw ik hier een putje in. Dus ik duw en dan trek ik naar buiten. Ja. Als je grotere borden hebt, dan is het interessant om zo te gaan duwen. Dus dan ga je echt een vuist maken en dan kun je meer kracht zetten. En ook dan ga je eerst het putje duwen en dan naar buiten trekken. En met wat duw je dan? Je trekt eigenlijk. Dan ga ik niet meer duwen. Dan. Je duwt wel in het begin naar beneden en dan trekt je die klei naar buiten. Dus dat is een heel groot verschil. Hè. Dus je blijft niet die schijf altijd, je blijft niet die klei altijd naar beneden duwen. Hè. Je maakt een putje hier en dan trekt het. En doordat jij trekt, komt die klei naar buiten. En wordt, als je dat stukje schoon evenwijdig houdt, dan wordt alles even hoog. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè. Dat dat even hoog blijft. En dus altijd die snelheid houden en je bewegingen traag doen. Dan krijg je gewoon eigenlijk één grote platte schijf. En dat is eigenlijk een heel simpele manier om het te doen. Dan zoek ik nog een naaldje. Ja, er is toch één er straks? Ja, hier zit er geen in. Ja, hier achter. Ja, voilà. Hier. Altijd dat je dap in een bak. Mijn naald. Dus als je er nu een keer in prikt en je zet je vinger er dan naast, dan kun je zien hoe dik dat dan nog is. Hè. Als je dat er nog eens tegen zet, zie je het nog beter. Ik heb toch nog wel meer dan een centimeter, dus ik mag nog dunner gaan. Hè. Hoe dik wil dan? Goh, het is niet zo'n groot bord, dus dat moet dan ook niet zo dik zijn. Hè. Dus ik kan nog een beetje dunner. Dunner dan 8 mm zou ik niet gaan. Want je gaat ook dat bord nog lossnijden, dus dan verlies je nog een beetje misschien. Dus een kleine centimeter. Ik kan even zien wat ik heb nu aan die aan. Maar dan draaide jij er geen voetje onder.
Nee, nee, deze zijn echt super simpel bordjes, vlak en rechtstaand. Hm? Nee. Oh, voilà, zie je, ik heb al 25, dus dat is goed. Hè? Ik kan natuurlijk wel krimp hebben, dus dat ga, pak dat dat 10% is, dan is dat 2,5 centimeter, dan hou ik 22,5 over. Maar het gaat ietsje meer zijn, denk ik, je krimp. Omdat het is recupklei en meestal krimpt je wel ietsje meer. Er zit wat porselein in en zo. En dus ja, voor jezelf moet je af en toe ook een keer dat doen, hè. Ja, nee, nee, nee. 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 Dat is te lang. Kom ik kort verzoeken. Zeker in het begin, als je nog niet gewend bent aan borden te draaien. Het is de bedoeling wel dat die overal even, dat dat vlak is, hè, dat dat één vlak is. Huh? En als dat niet is, als je heel zelf duwt, dan zie je direct, hè, hier zijn de hoge stukjes. Dus daar waar het nog wat hoger is, ga je dat dan zien, dat dat lat kunnen gelegen. Dus ik heb hier nog twee hoge stukjes en voor de rest denk ik dat het ongeveer wel vrij vlak is. Wat je nog kunt doen, is dus even een loemer pakken. En die er ook eens opzetten, zie je? Dan ga je, kun je dat nog schoner vlak zetten. En wat dat ook doet, is je geeft het nog eens druk naar beneden en dat comprimeert alles nog eens. Dan gaat het minder barsten krijgen in je borden. En dus nu... Ik ga even nog iets anders zeggen. Hè? Dus, okay, ik heb dat nu redelijk vlotjes gedaan. Ik ben dat ook wel iets of wat gewoon van wat borden te draaien. En dat is nog redelijk schoon rond. Ja, nu, ik zie dat heel dikwijls in die cursussen. Oké, dat bord is nu is dan eindelijk klaar en dat staat er. Maar hier, alles, omdat je de hele tijd die beweging doet, breng je al de smurrie naar hier. En dan heb je hier op die rand heel veel smurrie. Voor te beginnen moet dat eraf. Dus ofwel pak je dat weg met een sponsje. Ja, of, als het ook oneffen is, soms wiebelt die rand ook, is dat ook niet meer gecentreerd gebleven. Dan neem je een naaldje en dan doe je er een stukje af. Ja, hoe doe je dat? Zet die naald, houdt die goed recht en je bepaalt waar het moet komen en dan gaat het heel rustig, toertje per toertje naar beneden. Niet in één keer, rustig. Tot als je een geluid hoort, voilà, geluid hoort dat je op dat plangetje zit. En dan gaat er een keer onderdoor. En dan kun je dat helemaal wegnemen. Dan zet je in dan de smurrie vanaf en van het eventuele oneffen randje dat er nog op zit. Nu, als je dat gedaan hebt, dan moet je wel heel even terug wat bijwerken hier. Voilà. Zo. En nu komt Il Grande Trucco. We gaan dat randje recht zetten. En dan hangt het er vanaf wat voor soort bord dat je wilt. Dan ga ik dat direct laten zien. Je neemt het stukje van een plastieke kaart, dat kan gewoon een bankkaart zijn of een bankkaart of een klantenkaart van iets. Deze is een IKEA Family kaart. Het leuke aan deze is die dat ze wel flexibel zijn. Ja, ja. En ook, sommige van die kaarten hebben zo een plastieke laagje erop hangen en dat komt er dan af na een tijd. En dat deed deze niet, dus dat is eigenlijk wel heel goed. Allemaal naar de IKEA. Hup. Een hoekje eronder. En dan begin je die kaart op te heffen. En dan komt die rand mee. En dan kun je bepalen of dat voldoende is, ja of nee. Je kunt er nog een beetje bij werken. Want nu ziet het er zo precies uit alsof dat een dubbel randje is. Voilà. En dan heb je het eenvoudigste bordje dat je kunt hebben. Dat je gewoon een klein beetje recht is. Ik vind dat wel schoon, dat is heel minimalistisch. Maar afhankelijk van hoe dat je het wilt, kun je dat dus nog verder recht zetten. Dus als je je kaart een beetje verder naar boven duwt, dan ga je meer dak krijgen. Het zou kunnen dat je die rand nog iets fijner wilt. Je gaat altijd zien hoe fijner dat je je rand maakt, hoe fijner dat je bord lijkt. Ook al is dat misschien voor de rest wel stevig en dikker. Als je dat wat dunner uitdraait, dan ziet dat er fijner uit. Zie je? Zo ziet je bord er fijner uit.
Want die rand gewoon een klein beetje is uitgedraaid, een beetje dunner is. En als je nu echt extreem gaat, dan kun je zeggen, oké, ik blijf gaan en ik blijf gaan en ik blijf gaan. Dat je volledig recht zit. En dan heb je dus een bord met een rechterhand. Als ik dat hier terug ga bijwerken. Klaar. Maar dan is het ook echt super, zeker super belangrijk om op voorhand in die smurrie en eventueel een klein stukje af te halen. Want anders ligt dat allemaal hier bovenop. En krijg je zo'n een gebroebeld randje bovenop je bord. Dat is echt niet tof. Oké, het bordje is klaar. Zijn er vragen over? Nee, het was precies heel duidelijk. Heel stil. Wat is het stil aan de overkant? Dus nu door dat recht te zetten ben ik wel wat centimeters verloren waarschijnlijk. En ook door daar een stukje af te halen. We zullen nog eens even meten. Ik heb nog altijd 24 zalen. Dus ik ben een centimeter kwijt. Voilà, ik snij mijn bordjes altijd los. Snij ik die altijd los? Ja, ik snij die eigenlijk altijd los. Dat is, soms moet ik er eens over nadenken. Ik heb dat ook al geprobeerd met dat niet los te snijden. Dat kan. Maar dan moeten ze zeker dun genoeg gedraaid zijn. En heel veel hangt ook af van uw klei. Met sommige klei kun je dat gemakkelijk doen, met andere kleisoorten worden daar echt zwaar van afgestraft. Het leuke aan los, ja, als je het losmaakt, komt het natuurlijk achteraf sneller los en gemakkelijker los. Langs een andere kant, als je het niet losnijdt, dan ben je eigenlijk verplicht van te wachten tot het vanzelf loskomt. Wat je een beetje extra geduld vraagt, maar dikwijls is dan wel perfect om af te draaien. En je krijgt niet zo dat putteken in het midden. Dus als ik nu die draad eronder doorhaal, ja, sowieso in het midden gaat die draad een beetje naar boven. En dan krijg je dus een bord, als je dat omdraait, dat het putje in het midden. En dat het dus eigenlijk hier in het midden dunner is dan langs daar. En dan moet je dat sowieso afdraaien. Je moet dat terug gelijk maken. Als je het niet losmaakt, dan heb je eigenlijk heel weinig afdraaiwerk. Dus als je het niet losmaakt, dan kun je zelfs ook nog dunner gaan. Dan kun je echt je bord heel dun draaien en dan heb je eigenlijk bijna geen afdraaiwerk. Maar dat is iets dat je zelf moet ondervinden en zoeken wat dat je beste en dat komt vanzelf los. Dan moet het vanzelf laten loskomen. Ja. Ja. En nu, de vraag is hier, hoe zorgde jij ervoor dat die borden niet krom trekken? Ja, mijn borden die trekken niet krom. Hoe kunnen die... Een gedraaid bord trekt echt bijna niet krom. Ik weet niet waarom dat zou krom trekken. Dan moeten we mij eens verduidelijken. Bedoelde dat die zo krom trekt of zo krom trekt? Dat dat ovaal wordt of dat zo omhoog komt? En, want nu zeg je er met een draadje onder gegaan, ja. Maar je laat de schijf niet draaien. Als je... Nou, niet voor uw man. Ah ja, je zal er waarschijnlijk bij de favorieten staan. Misschien pakte jij die nu in om ze te laten drogen? Nee, ik laat die bordjes zo staan. Als dat groter borden zijn, en zeker met zo'n opstaande rand, dan zal ik eventueel die rand een klein beetje inpakken. Zodat dat die rand niet te snel droogt. Dat hem eerst van binnen wat droogt en dan pas de rand. Dat helpt. Ja. Maar zo'n bordje als dit, dat is nu niet zo groot, dat laat ik gewoon zo drogen. Ah, ja, ja. Ja, dat is hier de vraag inderdaad. Van, pakt u randjes apart in? Ja, soms wel. En ik bedoel apart, ja. Extra. Ja. Ja. Maar alleen als echt grote borden zijn. Anders niet. Maar wat is groot? Dat is bij u al echt groot. 30 centimeter. Maar nu laat je dat zo drogen. Je pakt niet meer in. Deze laat ik zo drogen, ja. Deze laat ik zo drogen. En het is eigenlijk nog een beetje te dik, vind ik. Dus als ik het nu zo eraf haal, dan denk ik, maar het is toch nog zwaar en toch nog wel vrij dik. Ik ga er nog wel wat moeten uitdraaien. Dus ik kan of groter of met minder klei werken als ik wil. Reactie op dat kromtrekken? Want ja, iemand zegt ook van ja, het kan ook gewoon bij het bakken gebeuren en door een slechte glazuur. Ja, dat kan allemaal natuurlijk. Hè.
belangrijkste aan uw bord is die gelijke dikte. Een ongelijke dikte, dat geeft het meeste problemen, zowel in het drogen als in het bakken. Voor het barsten, voor het gelijkmatig opdrogen, voor alle problemen die je kunt tegenkomen met een bord, zit 9 van de 10 zit het probleem in het feit dat het niet overal even dik is. Dus dat is het allerbelangrijkste waar je moet op letten. Dus daar, zo voorkomde echt heel veel problemen. En iemand vraagt hier ook, leed jij er nog een houten bordje op als je het laat drogen? Op uw borden? Nee, ook niet. Nee, je moet het niet moeilijker maken. Het is gewoon laten drogen. Nu, het is wel zo. Heel veel hangt ook af van het klimaat in mijn atelier. Bij Sophie bijvoorbeeld, en die zegt altijd, ja, bij mij is dat allemaal altijd veel te snel droog. Hè? Dus die een heel droog huis. Dat droogt altijd veel te snel. Dus die moet altijd alles afdekken. Altijd plastic erover. En traag laten drogen. Dus dat mag inderdaad allemaal niet te snel gaan. Het allerbelangrijkste is dat in zijn geheel ongeveer even snel droogt. Dat zowel het binnenste stuk als het buitenste stuk, dat ongeveer even snel droogt. Als dat niet lukt, als dat te snel gaat, als je voelt dat je rand al echt stevig is en dat bord begint omhoog te komen en dat binnenste nog vast plakt, dan moet je zorgen dat je in de toekomst een plastietje, want ik doe dat bij mijn porseleinenborden nog. Ik zal dat eens laten zien. Moet ik nog zo weer gezien? Dus ik heb plastiekjes gemaakt met een gat in. Ja. En die leg ik dan op die borden. En dan kan dat van in het midden een beetje al wat opdrogen en die zijkanten nog niet. En dan krijg je echt veel minder problemen. Maar ja, dat is echt voor grote borden, hè? Ja, of als je een droge atelier hebt, hè. Als je voelt dat die buitenste rand veel sneller droogt dan de rest, of bij heel warm weer. Of als je oven opstaat. Of als je een oven opstaat, ja, dan kan het soms ook veel te rap gaan. Ja, dus je moet je bordjes wel een beetje in de ogen halen. Maar ik zou zeker niet een houten plaat er bovenop zetten. Dat zou ik niet doen. Ik zou eerder met plastic werken. Ik denk dat je met plastic veel meer controle hebt over wat er gebeurt. De volgende. Nog één? Zullen we dat bord eens door die hoed is draaien? Speciaal voor Alex. Maar dan moet ik misschien zo'n stevige bol pakken. Maar. Een fancy bord. Speciaal voor Alex. Is er toch nog? Dat weet ik niet, hè. Alex, is er nog? Misschien al afgehakt. Terug naar kilo 2. Nee, weet je wat ik in de plaats gaan draaien? Dat is een bord met een rand. En dan kunnen we daarna misschien nog tijd hebben dat andere doen. Omdat je zegt er juist van ja, komt er dan een voetje aan? Nee, want je hebt eigenlijk een superplat bord met gewoon een opstaand randje. Dan moet er eigenlijk niet echt een voet onder. Maar als je zo'n echt een klassiek bord hebt met een rand. Ja, dan is dat soms wel leuk om daar een voetje onder te hebben. Maar een voetje voor borden in steengoed is dat eigenlijk ook niet echt nodig. Hè? Dat voetje is in het leven geroepen voor borden, voor aardewerkenborden. Omdat die aan de onderkant geglazuurd moeten worden. En dus dat voetje dat dient om dat te kunnen bakken.
om iets te hebben om dat op te bakken. Dat van de grond staat. Snap je? Mm-hmm. Dus daar komt eigenlijk dat voetje van. Deze is zo wat steviger klein, ik kwam hier kracht op zitten. Ik zou aanraden om verborden een vrij zachte klei eigenlijk te gebruiken. Ik bedoel, je moet dat bord alleen maar plat drukken, dat moet niet omhoog. Dus eigenlijk is dat wel geen probleem om daar een goede zachte klei te pakken. Dat maakt het u veel gemakkelijker, zal ik zo zeggen. Je ziet direct ook dat dat ietsje lastiger centreert, ook in zo'n stijve klei. Zo, wat meer kracht op zitten. Hè? Helene vraagt of je recupklei mocht mengen met verse klei. Ja, absoluut. Als dat allemaal dezelfde baktemperatuur is ongeveer, hè? Als dat allemaal steengoed klei is, dan moet je dat zeker doen. Als je het gevoel hebt dat je recupklei een beetje, dat die kwaliteit niet goed is, dan kun je daar gewoon nog wat verse klei bij doen. Wat bedoelde jij met zachte klei? Iemand vraagt welke klei is bijvoorbeeld zacht? Ja, welke klei is zacht? Elke klei kan zacht zijn. Een klei wordt zacht. Hoe meer water dat erin zit, hoe zachter dat de klei is. Zo simpel is het. Dus als je een klei wil laten liggen, dan wordt die hard. Legde die terug weg en je wikkelde die in een natte doek, dan wordt die terug zacht. Dus ik heb het niet over het gevoel of over de chamot die erin zit, maar over het meegeven. Het feit dat deze is bijvoorbeeld nu, daar heb ik nu juist mee gedraaid. Ja, dat zie je gewoon niet, dat je daarin nijpt. Ja, dat is platte dreads, hè. Ja. Maar als ik die hier nu een tijd laat liggen, of ik leg die zelfs op een gipsplaat, dan wordt die steviger, kan ik die terugkneden en dan kan ik die eigenlijk al direct teruggebruiken. Ja. Dus doen deze, is gewoon ietsje steviger. Er is ietsje water uit, want voor de rest is er geen verschil. Het is allebei recup. En er is geen verschil gewoon. Maar het is gewoon... in de ene zit nog wat meer water in dan in de andere. Dus dat heeft niks met de chamot te maken, ook niet? Nee, maar het is wel zo, een kleine chamot voelt steviger aan. Maar als ik het heb over zachte klei en harde klei, dan heb ik het eigenlijk over hoeveel het water erin zit. Hetzelfde doen als juist. Dan weer wat plat zetten. Ik mag er nu wat meer kracht op zetten, omdat die gewoon stevig is. Hè. Precies ook een luchtbelletje in. Oei, een grote luchtbel. Ja. Oeh, een gigantische luchtbel. Dat kun je natuurlijk wel eens hebben met een cube. Nog een mei, wat is dat? Ik denk dat ze weg is. We gaan nog een klein beetje platter gaan, maar we gaan niet zo plat gaan als er juist. Iets ongeveer. Is dat ook een kilo 2? Dat is ook een kilo 2. En nu gaan we in het midden nog wat eruit halen. Dus ik duw hier weer door. En even controleren.
Hoeveel hadden? Ja, nu heb ik wel meer. Dus ik heb nu een dikke centimeter. Ik ga dat ongeveer op een centimeter houden, want met dit soort van bord heb je wel eigenlijk graag een voetje. Als je zo een bord hebt met een rand. Oh, ik krijg allemaal hartjes. Dat direct zo'n klassiek bord. Hartjes. Oh, ze zijn content, denk ik. Dus hup, trekken. Trekken nog verder. Maar we stappen deze keer op tijd. We gaan dat niet echt helemaal plat leggen. Want we hebben die klein nodig om die rand te maken. En je houdt dat niet tegen als je opentrekt met je duim daarvan achter. Aan de buitenrand. Nee, dat niet meer. Hè. Als ik al zover ben, ik heb die hand nodig om de hand stabiel te houden. Dus ik heb niks eigenlijk aan die zijkant zitten. Maar wat ik wel soms doe, als ik zie dat dat wat wiebelt, dan zet ik nadien wel even dat er terug op. Zie je? Dan duw ik hier even op. En dan komt dat terug goed te staan. Hè? Dus dan corrigeer ik heel even. Ik heb nog een wiebeltje zo mee. Gewoon met mijn leren leven. Het is vrijdag, hè? Het is vrijdag. Dat is met die lucht die erin zat. Lamp daarop steken. Alrighty. Dus dan hebben we dat ongeveer. Hè? Dus je hebt hier het bord gemaakt eigenlijk al voor een groot stuk. En je hebt nog heel veel klei over hier. En met die klei gaan we nu een rand maken. Alright. Watch. We gaan die duim hier zetten nu. Hè? En we maken een flauwke met die vingers hier. En we gaan dat nog verder open trekken. En ondertussen houden we die pink hier bovenop. Dus ik ga dat doen. Die duim blijft gewoon op zijn plaats, maar ik ga dat doen met die vingers. En ondertussen leg ik die pink hierop om die rand onder controle te houden. Zie je dat? Hoeveel centimeter hadden van binnen, vraagt iemand. Geen idee! Zal ik het eens meten? Zal ik nu eens meten wat ik heb? Dat is nu 18. Hè? Dus tot waar die rand nu begint. Hè? Dus nu zie je daar waar met een duim stond, heb ik nu een pootje. En dat kan ik onderpakken. En door dat nu naar boven te brengen, wacht even, wat gaat het doen? Dus hier, met een duim, zit in dat pootje hier. Ik heb dat gedaan. Ik heb zo gedaan. Hè? Die klei ligt eigenlijk bijna op mijn duim nu. En nu ga ik met die duim eronder pakken en dat omhoog duwen. Dan komt die kleine boven, zie je dat? Kijk, deze nog een beetje bij. En nu ga ik dat stukje verder optrekken. Even bevochtigen om dat te doen. Eventueel met dat sponsje, dat moet niet, dat mogen we zelf kiezen. Ik duw in, ik duw ook aan de binnenkant en ik breng die klei omhoog. Dus eigenlijk ben ik een soort van schaaltje aan het draaien. Hè? Dat hebben we wel eens gedaan, denk ik. Hè? Schaaltje draaien. Maar nog eens doen. En nu ook weer, als je wilt dat dat echt perfect is, en dat wiebelt een klein beetje, dan kan er een stukje af. Dat moet je nu zelf, voor jezelf bepalen. Voilà. Maar je mag niet te dun gaan. Dus, want we gaan deze rand nog echt helemaal naar buiten zetten. Dus dat mag niet te dun zijn hier. Ik heb daar nog niet dat aan. We gaan een klein beetje optrekken en ondertussen al een beetje naar buiten gaan. Zo. Dat is uw vertrekpunt in feite. Want dit, dat is het plezantste van alles. Je moet zien dat alles goed schuift. Als je het minste dat dat nu aan je vingers blijft plakken, dan doet het kapot. Dus echt goed insmeren met slip of met wat water. En nu gaan we deze hand eronder leggen en met die vinger de rand plat leggen. En op tijd stoppen. Nog een beetje. Als je te ver gaat, dan krijg je een floep die erover. Hè?
Dus dat is nu wel een klassieker bord. Even dat randje schoonzetten. En nu, hoe dat je dat wilt accentueren hier, dat is nog aan u. Dus je kunt dat zo laten. Deze nog wat extra recht zetten met een recht loemerke. Magic, zegt Els. Magic? Dat zijn ook wel heel leuke bordjes. Maar je snapt, hoe hoger dat je hier gaat, hoe een brede rand dat je hebt. Dus als je een bord wilt met een heel brede rand, ja, dan moet je zien dat je heel veel klei overhoudt. Heel hoog gaat eerst en dat dan stilletjes aan begint plat te liggen en dan naar beneden duwt. Dat is dat. Misschien nog een beetje. Die rand kun je nog accentueren, zie je, als ik hier gewoon een kaart in duw. Dan ga ik dat hier nog accentueren, dan is dat nog echt meer, dat is het bord en dat is de rand. Hè? Maar dat kun je eventueel ook in het afdraaien doen. Dat was wel schoon, hè? Ik vind dat wel schoon. Vind jij? Ik vind dat mooier dan er juist. Dat van daarnet is een beetje klassieker, hè? Maar ik weet niet wat, wat de anderen vinden. Ik vind dat wel tof, zo. Ja. Zo dat dat er zo'n rand in staat. Ja, dus iemand vraagt, dus binnenin geen rubber lomertje er nog eens op. Ja. Ah, ik ben juist bezig. Dat zijn er nu eigenlijk aan toe. Dus misschien dat dat wat trager komt. Hè. Dus als je u afvraagt waar Nora de hele tijd naar kijkt, naar de spiegel, ja, dat hè? Ja, de spiegel, hè? En dan kijk ik niet naar mezelf, hè, voor alle duidelijkheid. Dan kijk ik naar het prachtige bord. Voilà. Maar hier moet je van onder meer aan afdraaien, hè? Dan heb je het er juist. Ja, dus omdat je dan hier, dat is wel schoon als je hier wel een voetje aan draait, dat bord iets hoger staat, maar dan moet er van aan de binnenkant, aan de achterkant, aan de onderkant wat uitdraaien. En dan krijg je een voetje automatisch. Misschien moeten we die bijhouden voor volgende week om dat even af te draaien. Kan, hè? Ja. Jij vroeg er juist over dat al draaiend afsnijden. Ja, dat kan dus. Hè? Maar dan moet het dan echt wel heel koelbloedig voor zijn. Want dat draadje wilt mee. Hè? Dus je moet dat dan echt heel hard tegenhalen. Het voordeel aan draaiend af te snijden is dat het bord minder vervormt. Dus als je zegt van oké, ik trek in één richting, dan wilt dat al wel eens uittrekken en dan krijg je een beetje een ovaaltje. Als je al draaiend afsnijdt, dan heb je dat niet. That's the difference. Waarom de spiegel, vragen ze? Omdat ik eigenlijk, als ik zo zit, onmogelijk de zijkant van dat bord kan zien. Ik kan onmogelijk zien wat nu die vorm is en ik kan niet goed zien hoe plat, dus even laten zien, hoe plat dat die rand ligt. Hoe dat jij hier zit. Dat is de spiegel. Snap dat? Dus dat is de spiegel. En dan kan ik nu in zien hoe plat dat die rand ligt. En anders moet ik zo wel zien. Nee, ja, dan krijg ik nog wel staan. Ik vind het wel een beetje ellendig. Mogen jij al terug lesgeven, vragen ze hier. Ik mag nog geen lesgeven, nee. Tot mijn zeer grote spijt. Blijkbaar zouden ze vanavond bijeenkomen, maar ik verwacht niet echt dat daar direct verandering in komt. Dus dan doen we het maar online. Dat vind ik wel tof, wel tof. Ah ja, misschien moet ik toch wel een nieuwtje nog vertellen. Misschien moet ik een zware klam maken. Ah ja. Dus, van de zomer mogen we hopelijk wel terug lesgeven. En misschien hebben de meesten het ook al wel gezien, maar ik heb deze zomer gaan wij een gigantisch grote tent zetten in een tuin hier. En gaan we dus de workshops naar buiten nemen. Onder een stretchtent. Dat komt helemaal in orde. Dat gaat heel gezellig aangekleed zijn. We gaan ook buiten lunchen en zo. En ik heb een heel aantal masters uitgenodigd om mijn cursus te komen geven. Een hele hoop docenten van Nederland, van België, van Spanje, van Denemarken. En dus je moet zeker eens gaan kijken. En er gaan er nog
Hetgeen dat er nu nog niet op staat, is een glazuurcursus van Sophie Goethals die er nog bij komt. Dat gaat een hele uitgebreide, dat gaat een zijn over Seger en Stel. Dus dat gaat echt een vrij theoretische zijn met heel veel chemie en zo. En er komt nog eentje bij van Supatra March. Dat is een Britse die naar hier gekomen en die komt Kurinuki geven. Oh, dat wil ik ook doen. Wacht, zal eens laten zien wat dat is, Kurinuki. Want ik heb dat al eens geprobeerd. Wacht, waar kan die? Van achter, achter die tasjes. Ja. Yes. Super cool. Je kunt zeker al inschrijven hè, op de website. Je kunt voor alles al inschrijven, maar die Kurinuki in de glazuren moet ik er nog bij zetten. Maar op de website staat alles op en je kunt voor alles al inschrijven. Dat is typisch Kurinuki, dus dat is weer iets totaal anders dan dat wij normaal gezien doen. Normaal zijn wij echt heel strak bezig altijd op ons draaischijf en rond. En deze is heel brut. Dus je vertrekt eigenlijk van een volle blok klei waar je dan stukken gaat uithalen en dat je dan aan de buitenkant heel grof ja, ook happen gaat uithalen, bij wijze van spreken. Dus echt super cool. Dus dat komt er nog bij. Komt er dan nog iets bij? Voor beginners vragen ze hier. Voor beginners komt er misschien nog een bij, maar dat kan ik niet beloven. Ik krijg die vraag heel veel. Maar ja, je kunt niet alles doen. Van waar komen uw bats, vragen ze ook. Mijn bats die komen van mijn goede vriend Julius, handmade. Eigenlijk is dat met een buurman. Die woont hier op een boogschut. En die is ooit... Dat is een hobby. Dat was eigenlijk... Nu al geen hobby niet meer noemen. Die was eigenlijk een hobby schrijnwerker. Die maakt prachtige schaaktafels. En zelfs nu is hij zelfs bezig aan instrumenten en zo. Dus die is heel veel met hout bezig. Is in die houtbewerking bijgestudeerd. Toen dat hem eigenlijk al bekend op pensioen was. En ik heb die toen gevraagd ooit om mijn allereerste plankjes te maken. En die is daar nu in gespecialiseerd. Dus die heeft plankjes in alle maten en alle groottes. En ook die verwisselbare plankjes, dus een vaste plaat met losse plaatjes in en zo. En, dus het kan niet op. Zijn e-mailadres, nee, zijn website is www.juliushandmade.be. Heel goed gerief. Ja, dat is waar. Zwaar, Caroline. Dat is zeker waar, ik bevestig. Ga je zelf workshops geven van de zomer? Ik geef één workshops porselein draaien. Geef ik er één voorlopig. Dat gaat er waarschijnlijk misschien nog een tweede bij komen. En ik geef glazuurcursus. Ja. In augustus. Maakt een Dirk ook rekken? Weet ik eigenlijk. Ja. Hij kan het wel, dus dat zal het probleem. Het zou het die kunnen. Die tafels gemaakt, hè. Die tafel die hier staat en die kneedtafel daarnaast, Caroline. Oh, misschien die jullie dus eens filmen daar. Zijn platte dingetje. Dus dat zo schrijven de dag. Die heeft ook met een plafond gedaan. Die nee, ja, ik alles. En die ga ik nog niet filmen. Eigenlijk heette Julius Bekaniel met een atelier niet ingezet. Nou ja, want die heeft ook zelfs die binnenbekleding en zo heeft hij allemaal gedaan. Mijn toilet heeft hij gezet. Ach, die heeft alles gedaan eigenlijk hier. Als ik er zo over nadenk. Gaat er nog een bord? Ik kan zo'n heel fancy bord draaien. Maar dat kan mislukken, ik zal het voor het zeggen. Je kent dat wel, zo'n diep. Zo'n diep bord, eigenlijk bijna een kommetje en dan zo een hele grote rand eraan. Een omgekeerde noot, hè. Dat is wat Alex er straks vroeg. Hè. Ze is toch weg, denk ik. Ik denk het ook. Ah ja, en over glazuren gesproken, want dat wou ik eigenlijk ook nog zeggen. Ik kan ook een cursus glazuren online maken. Die is eigenlijk al half af en binnenkort gaat dat daar ook voor kunnen inschrijven. En die gaan we starten, ergens begin februari gaan we die opstarten. Maar je gaat waarschijnlijk vanaf volgende week of zo kunnen beginnen inschrijven erin.
Dat is een echt een algemene glazuurcursus. Dat is voor iedereen geschikt. Dat is eigenlijk het begin van het begin. We gaan gewoon zien wat is een glazuur, wat zit daar allemaal in, hoe kun je een glazuur afwegen, aanmaken. En dan gaan we ook zien hoe dat je glazuur kunt inkleuren. En hoe dat je dan zelf met één basisglazuur eigenlijk verschillende kleuren kunt maken. En we gaan alle oxides overlopen, zien welke kleuren dat die maken. We gaan testen doen, we gaan line blends doen. Wat gaan we nog doen in die cursus? Ik laat ook zien hoe dat je, moet glazuren dompelen en welke trucjes dat er allemaal zijn om dat beter te doen lukken. Want ik heb soms de indruk dat de meeste mensen nogal zenuwachtig worden als ze moeten beginnen glazuren. Dan worden ze zo ineens heel onhandig en dan is dat een gesmos en dan, oh, en dan moet vooruit gaan en dan moet er dan terug uit. En soms is dat te dik en te dun en dan is alles afwassen. En, dus ik ga jullie ook een hele hoop van trucken meegeven om dat beter te doen verlopen. Hoe dat je een oven moet laaien, want er zijn meer en meer mensen die zich ook een oven aanschaffen. Hoe dat je die moet veilig kunt inlaaien, waar je moet op letten, wat je wel op elkaar kunt zetten, wat niet op elkaar kunt zetten. De ovencurves, temperaturen, het zal vrij uitgebreid zijn. Maar niet moeilijk. Dus niet, we gaan, hetgeen dat ik eigenlijk door Sophie hier van de zomer laat geven, heel dat verhaal van Seger en Stoel en chemie erachter en zware berekeningen en zo, dat komt er niet in. Dus we houden het op dat vlak wel vrij eenvoudig. Dus, voilà. Komt eraan. Super. I will keep you posted. Oké. Okay. Next. Ik voel precies weer lucht. Ik hoor het precies. Is dat terug een kilo 2? Ja. Terug recup, hè? Ja. Voilà. Dus maar nu gaan we dus niet volledig vlak gaan, want ja, dat is niet de bedoeling. We willen eigenlijk maar een klein kommetje bijna. Ze vinden u beheerst, Nora. Beheerst? Zo beheerst. Oké, sorry, ik haal u uit de concentratie. Ik vond het een leuke opmerking. Beheerst. Dat was niet altijd zo, mensen. Dat was niet altijd zo. Er is een tijd geweest dat ik heel graag met de klei tegen de muur had gesmeten uit pure frustratie. Omdat dat niet ging. Oké. Ik ga hem zo openen. Waarom zo? Omdat ik de neus zie niet had. Nee, Nora, nu moeten we een professioneel uitleggen. Waarom met twee duimen? Die in het klein is redelijk stijf. En ik zal voor kleine dingen altijd zo openen, met één duim. Maar als dat zo stijf is, dan kan ik met een duim wel eens zeer doen ook. Allee, ik bedoel, dat kan maar die kracht ook aan, hè, die duim. En dus als dat wat meer klei is en die is wat sterker, dan doe ik dat eigenlijk met twee duimen. Dan kan ik iets meer kracht zetten. Wat ik ook heel veel doe, is zo openen. Dus met die langste vinger. En je zet die twee dan ernaast. En dan gaat het een beetje uit het centrum beginnen. En dan gaat het zo schuin openen tot van binnen. Dus dat zijn allemaal... Je kunt met alles openen. Hè? Er zijn pottenbakkers die zo'n gigantische hoeveelheden klei erop zetten. Dat centreren en dat dan openen met een elleboog.
Ja. Ja. Dus je kunt niet alles openen. Hoe dik was uw bodem? Centimeter ongeveer. Iets minder. Hè? Ik ga openen nu. Ik zal hem zo openen. Kun je het goed zien? Ik maak een rechte bodem van onder. In het begin. Heel even recht. Sorry. En zelfs ga ik rond. En ik, hop. Ik duw die ineens naar boven. Mag nog een beetje, hè. Mag nog wat open. Zelf eens nadenken, hè, hoe dat we dat hier gaan doen. Dat moet eigenlijk een beetje een kommetje worden. Hè? Van onder. Is het niet te dun? Ja, dat is toch echt altijd een spielerijdag, hè? Ik weet helemaal niet op voorhand wat ik kan maken. Ik moet wel een beetje lopen. Hij zit hier al te wiebelen tot en met, dus het zal weer... Hebben we wijn? Nou ja, dat zijn we vergeten! Caroline! Potverdikke! Verdikke, we zijn de wijn vergeten. Niet goed bezig. Noor, het zijn borden vandaag. Ah, wel ja, maar dan gaat dat zelfs zien dat dat dus een bord is, hè? Denk ik. Dat zou ik ook wel eens goed kunnen mislukken. Ah. Alright, zie nu, hè? Dus ik heb hier eigenlijk van onder. Ik moet misschien nog eens van binnen filmen. Dus hier staat dat rond. Zeg Sophie. Wat zegt ze? Kalm aan met die wijn. Zot genoeg. Dus dat staat hier al redelijk rond. Hè? En nu, dat is eigenlijk het enige dat ik ga laten. En heel dat stuk hier, dat moet nu een rand worden. Dat is spannend, hè? Ja. Vind je dat ook zo spannend? Ja. Heel spannend. Ik moet mij vooral concentreren om te filmen, want ik wil eigenlijk gewoon niet aan het... Nee, zien. Nee, je zou er niet voor zien. Dat even weghalen. Alright. Ik vind het wel heel spannend. Ik vind het zelf ook spannend. Ik pak nu die loemer erbij, omdat ik toch wel het gevoel heb dat ik dan de boel wat steviger maak. Hè. Als ik dat droger zet, dan blijft dat allemaal wat steviger. Hè. Nu hier nog een beetje. Dat begint, hè. Ja.
zou er zo spannende muziek onder moeten monteren. Ik kan nu... Wacht, hè. Dat is mijn uitdaging geven, dan kan ik dat toch nooit meer laten, hè. Ik kan mijn hand hier tegenhouden, zodanig dat ik, als ik dan op beneden zit, dat stuk niet meegaat. Dus ik wil dat dat blijft. Gewoon niet gaan flappen. Voel het? Wat zit je nu eigenlijk aan? Je geeft wel kracht, of wat? Nee, heel weinig. Heel weinig kracht. Echt heel voorzichtig. Dat is niks voor mij, dan. Ik vind dat nog niet zo slecht, ze. Ik had er nog veel meer kunnen uithalen hier van onder. Zie je dat? Ja. Maar ja, nu staat dat goed stabiel. Ik kan dat afdraaien, hè. Dus, ja, ik had er nog serieus wat kunnen uithalen van onder. Maar zo moet je dat dus doen, hè. Mensen, je moet dat doen en dat moet je corrigeren. Dan moet je denken, oh ja, dat kan beter. Volgende keer moet ik dat anders doen. Wacht, hè. Nu ga ik eens iets testen. Hier, voilà. Nog zo klaar, hoor. Ik ga eens proberen of ik nu dat hierin er al staat, of dat ik dit nog kan groter maken. Dat ik dat nog ronder kan zetten. Ja, dus hè. Ja, dat kan nog, hè. Heb je gezien? Ja, Nora. Het zit er nog. Eens moeten zien wat dat de limiet is. Dus van buiten ziet dat er nu raar uit, een beetje een rare paddenstoel, maar van binnen is dat wel oké, denk ik. Wacht, zal eens filmen. Tja, dus dat is toch gewoon rond en dan dat. Ik vind dat wel oké. Maar aan de buitenkant ook nog veel moeten afdraaien. Zien dat ik nog naar buiten kan. Ik zie dat je niet met je loemerkje tegen hebt. Kijk eens aan. De noot. De noot, voilà. De noot. Iemand vraagt waar dat je salopit vandaan komt. Nog maar eens. Oh, Briet, dat is een lang verhaal. Ik ga proberen om zo'n salopitten te laten maken ofzo, want dat is echt, iedereen vindt dat kei tof. Maar ik heb die dus ooit online besteld en dat is een of andere Chinese website geweest waarschijnlijk. En ik dacht, ik bestel die met meer tegelijk. En we laten er studio keramiek op zetten. Ja. Dat kwam hier aan en dat was echt een ramp. Dat was echt... Ja, dat trok op niks. Dat was ineens bijna een doorschijnende stof. Dat was niet goed. Deze, ik weet niet hoe tof. Deze kun je ook gewoon in de wasmachine steken. Dat komt eruit en dat is terug aandoen. En de kwaliteit was gewoon veel minder. En, dat was echt frauduleus, hè? Ja, dat was echt niet oké. Nee. En dan heb ik dat dus terug naar China moeten sturen. Maar ik kan u verzekeren, dat is niet zo vanzelfsprekend. Hè? En uiteindelijk, ik denk na 5 maanden, dat we een centen hebben teruggekregen. Ja, maar hebben ze wel teruggekregen. Ja. Dus dat gaan we niet meer doen, hè? Nee, we gaan een andere oplossing zoeken. Oké, de hoed is af, hè? De hoed is af, ik vind hem wel oké. Ja. Ik vind het wel oké. Misschien is aan de Jérôme doorsturen. Nee, want dat is te moeilijk.
Dan bestelt je er weer 50 en dan zit ik er weer mee te knoeien. Dus, wacht, wat wou ik nu nog zeggen? In dit geval, want we hadden het er strak over kromtrekken en borden op, en planken opzetten. Deze gaat dus wel omhoog komen. Hè? Dus die rand, die gaat in het drogen omhoog komen. Dus dat is een hele lastige. Dus je kunt die even zo laten drogen totdat dat is eigenlijk al vrij stevig, omdat ik dat met die loemer heb gedaan, maar dat moet nog wel opstijven. En dan op het moment dat dat stijf genoeg is, dan kun je daar wel iets op zetten. Losnijden, plank erop en dan heel de boel omdraaien. En dan ondersteboven laten drogen. En dan blijft die openstaan. En anders dan komt die gewoon helemaal naar boven. Maar iedereen vindt het kei schoon. Allee, dank u wel. Ja, uiteindelijk vind ik hem ook wel schoon. Maar hij moest nog wat meer open komen. Hè? Ja, ik kan er niet goed aan om dat eraf te halen. Ik kan me zo laten. Losnijden. Zo. Zijn er nog vragen? Nee, wij krijgen veel hartjes. Dank u, veel hartjes terug. Ja. Dan gaan we nu een glas wijn drinken, hè, Caroline? Dat zal wel zijn. Mannetjes, pakt ook allemaal een glas wijn. Goeie weekend. Bye, bye. Dag allemaal. Heel schoon taloor. Jatten en taloren. Oké, okay. Oh nee, hier. Hè? Wacht, nee. Ja. Ja, maar ik moet dat dan aan. Wacht nog even. Veel hartjes. Santé. Leon. Zalig. Leuk, hè? Leen. Pak een badje. Ook oké. Mijn glasje wijn in bad is Sophie. Oh, we zijn nog aan het filmen. Ja. Ah, oké. Okay. Dat wist ik niet. Ja, maar dat is ik hem afzet. Ja, als je het afzet. Dag, Sabine. Als je hem afzet, dan ja, wij kwijt, zien, zien al ook, wij zijn aan het kijken naar alle commentaren. Dat is zalig, hè? Verzoek. Verzoek om deel te nemen, dat is raar. Alright. Bye, bye. Voilà, en dan... Nu bij Annie, ja.